Ja, beste Vlamingen en Gentenaars. We staan hier vandaag op het Sint-Baasplein onder het goedziende oog van Jan Frans Willems, vader des Vlaamse beweging, en in de schaduw van de Balfourtoren. De toren die toen alarm luidde toen Gent en het Gentse volk in gevaar kwam. Nu komende zaterdag zullen we hier betogen tegen de komst van de grootste moskee van Vlaanderen en de verdere islamisering van ons avondland. Het is nu bijna 2 jaar geleden dat de terreuraanslagen plaatsvonden in Zaventem en Maalbeek. De politici praten stoere taal en ze beloofden harde maatregelen. Maar die harde maatregelen beperkten zich tot het opsluiten van het eigen volk door middel van betonblokken op onze eigen faciliteiten, maar niet het sluiten van onze grenzen. En inmiddels lopen terreurverdachten nog steeds vrij rond in ons land hier. Teruggekeerde Syrië-strijders worden niet bestraft, niet berecht, niet uit het land gewezen. En moskeeën waar imams, haatpredikers de plak zwaaien, worden niet gesloten. Moskeeën die hier in Vlaanderen als paddenstoelen uit de grond schieten. Hier in Gent wordt de grootste moskee van Vlaanderen gebouwd en hiertegen protesteren wij. Nu zaterdag, hier 10 maart, 2 uur, op het Sint-Maasplein. Kom met je luie zetel en protesteer mee. Kom in het verzet. Er staat niks om tijd, wij pleuren niet en om tijd vrijgoed. Je stem wordt door niemand aan gehoord, zolang gij staan en bidt of pedelt bij de poort.